En dit is dan die nieuwste aanwinst van kinderboerderij De Wesseler. Een alpaca. En hij luistert naar de naam Pommetje. Ja, het is de eerste keer dat we een alpaca. En de keus is gevallen eigenlijk dat we een vriendje voor Eli wilden hebben. En dat past op zich mooi bij elkaar. Dan is Eli niet meer zo alleen. En daar past Pommetje prima bij. Alpaca heet in principe, is familie van de kameelachtigen. En het heet in principe het eten kamelenvoer. Dus kamelabrok. Nu zit het natuurlijk met alpaca's, is het toch wel een beetje een dingetje, is dat ze vaak gestolen worden. Is dat iets wat jullie hebben meegenomen in de overweging om er eentje aan te schaffen of hier naartoe te halen? Nou ja, we hebben in ieder geval een hengst wat gecastreerd is. En daar is, horen wij wat minder belangstelling voor dan de alpaca's die niet gecastreerd of een berry zijn. Waar zit hem dat in, dat mensen daar minder belangstelling voor hebben? Nou ja, ze zijn minder kostbaar. De reacties zijn heel leuk. Ik bedoel, mensen maken foto's, filmen. Is gewoon geweldig. Sommigen denken dat een lama is. Dus als Pommetje eraan komt lopen, dan lopen ze een stukje naar achteren. Oh, ga spugen. Maar dat valt wel mee. Dat komt helemaal goed.